Tom Overtoom, een oude bekende. We kennen je nog van Sparta. En ineens duik je weer op in Rotterdam en nu bij Excelsior. Ja, klopt. Ik heb even een tour door Nederland gehad. Eerst Veendam en toen Volendam. En nu een weekje bij Excelsior. Ja, wat verwacht je van deze periode? Lekker te trainen, conditie opdoen en hopen dat ik al blijf hier. Ja, want met Volendam wist je in de na-competitie net niet de Eredivisie te behalen. Maar Eredivisie zit er dus nog in, hè, als je je best doet. Zeker, als ik mijn best doe dan, en ik mag hier blijven, zit de Eredivisie er dus in, ja. Ja, want je hebt vorig jaar een prima seizoen gedraaid bij Volendam, hè? Ja, ik heb een kleine blessureleed gehad. Daar heb ik snel weer bovenop gekomen. En het tweede seizoen zelf heb ik gespeeld en de play-offs gespeeld. Dus met het team was het ook heel goed. Goed seizoen gedraaid. Dus was helaas dat we het niet af konden maken. Maar het zij zo. Ja, dan ben je hier vandaag en dan zie je bijna je halve oude team van Volendam. Het keeper Timmermans is hier op een proef. Dan weten we dat al in eerdere instantie Kuwas was vastgelegd. Dat moet lekker zijn. Ja, dat moet niet gekker worden, hè? Nee, het is wel lekker dat je alvast een paar jongens kent. Als je zo je eerste dag, maar goed, ik ben heel goed opgevangen door de groep. Een hele leuke groep. En natuurlijk ken ik de jongens. Kende ik al. Ik heb tegen heel veel heb ik er al gespeeld. Dus hartstikke leuke groep. Nu heb je bewezen in de Eerste Divisie goed uit de voeten te kunnen, maar dat wil niet altijd een garantie zijn dat je dat ook in de Eredivisie kan. Wat is jouw verwachting van die Eredivisie? Ik denk dat ik meer op mijn plaats ben in de Eredivisie. Het spel ligt me veel meer, dus meer voetballen. Dus ik denk dat het juist positief is voor mij. Wat is jouw indruk van deze club, van deze kleine club in Rotterdam? Nou, ik ben hartstikke goed opgevangen nogmaals door alle mensen hier. Allemaal heel aardig en het ziet er allemaal heel goed uit. En deze training ging ook goed. Lekker voetballende ploeg is het. Dus ik voel me hier wel op mijn plekje. Ja, en Excelsior zoekt ook naar middenvelders. Zeker ook omdat Luigi Bruins, een van de spelers hier wat langer uit de roulatie is. En ja, kortom, zo zou jij eventueel je kans kunnen pakken. Ja, misschien wel. Ik ga mijn best doen. Ik ga er hard voor werken. En aan het einde van de week of misschien wat langer zien we het wel. Je bent helemaal fit? Ik ben helemaal fit.